Hallo, een nieuwe aflevering van The Binding of Isaac. Nu met mij alleen. Dit was de zaak om tegen mezelf te praten, oh mijn god. En we hebben niet te veel verwachten, want het is de eerste keer dat ik alleen. Nee! Oké, als ik dood ben, ga ik gewoon stoppen, want ik moet dan wassen. Misschien ga ik er vandaag nog een opnemen en uploaden. Allemaal te zien hoe wel wat. Ik heb vandaag ook een tip gekregen in het spel. Van een vriend van mij, dat ik die kaarten moet gebruiken. Dank u wel daarvoor, Laszlo. Fuck you! Nee! Fuck you! Ja. Oh, what the fuck, waarom doe ik dat? Oh! Ah ja, iets met blauwe stenen of zo. Stop fucking still. What the fuck? Ik heb een sleutel nodig. Nog niet de baas. Dit spel alleen spelen is redelijk moeilijk. Ter informatie. Hey, you look like a baby. Okay. Drop, yay! Oh, steeds gesleutel. Nee, hier ik erin maar. Book of Shadows. Laten we dat straks gebruiken. Oh, ja, maar dat is het lab. Ach ja. Hashtag YOLO. Het is een drie kamers. Ik dacht ervan. Ja, iets van. Er kunnen dus nog geheime kamers zijn als je dan blokt met een bom. Maar ik weet niet hoe je die vindt. En weer al de Duke of Life. Ja, je bent feest genoeg. Ja, ik weet het. Je bent lekker feest. Waarom zoveel? You son of a bitch. Bitch, wat komt dat eigenlijk? Is dat dan vrouwenhond of zoiets? Of beautiful witch? Dat was een van de willekeurige onderwerpen laatst bij Nederlands. Oh, ik ga het nooit dood krijgen, hè. Soms vergeet ik tegen mezelf te praten. Ja. Soms ben ik niet gestoord. Oh fuck!
Nee! De eerste keer dat ik misschien een baas in een eentje was. Nee, toch niet. Kom op! Ja, dat was het. Ik ga mij nu wassen. Bye.